Soms is het wel gewoon fijn om te weten wat er voor je deur plaatsvindt. Stel iemand gaat op zijn bek met uh, zijn fiets, of er loopt een leuk huisdier langs, of een egeltje midden in de nacht, hartstikke leuk. Of gewoon om te kijken wie er aan je deur staat als er wordt aangebeld. Camera deurbellen zijn daarom extra handig. En vandaar dat we ook gaan kijken vandaag naar scary video's card van ringcamera's, omdat we uiteraard de kriebels willen krijgen. For two whole years. Robes has been harassing his disabled neighbor Steven Persad en his caretakers. De harassment has been caught on Persad's ring doorbell we, Oké, okay, wacht. Well, voordat we even verder gaan met uh, Steven, dik vette zak met zijn, wat is het, mes, schroevendraaier. Waar ik stiekem nog benieuwd naar ben, is of we op een gegeven moment, als ik deze video's bij, blijf bekijken, of we op een gegeven moment het open the noor stukje gaan krijgen. Dat zou... Ronduit hilarisch zijn, maar we gaan nu even kijken naar Steven die blijkbaar zijn buren het niet met rust kan laten. Multiple times. In some clips, he's seen taking a screwdriver to the device, trying to clip its wires. Dat was ook een hele korte poging, moet ik zeggen. Het was van tik tik tik. Ah, nee, gaat niet werken. In another clip, he's seen scrawling on the lens with a marker to no effect. Maar oké, okay, dus hij zit het niet meer eens met de, de, de camera. Maar wat filmt het nou? Een poortdeur? Is dat naar de achtertuin van Steven? En wat is dit? Een wc-raampje die ge, 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 ge. Ja. bedekt is? En in deze instances whacking the device met een hammer of broemhandel. Ziek man, vandalisme op beeld. Met camera, of met gezicht en al. Nou, dat is toch uh, schadevergoeding met een boete erbovenop. Ook, hè? Ook een rijdende rechtergehalte, hè? Voel ik ook wel. Dat ineens, uh, wat is het, Victor Reinier? Nee, Victor Brand ineens aan je deur staat. En die, die gaat dan even de, 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 de ruzie proberen te bedaren. En dat lukt hem natuurlijk nooit. Dit is gewoon een burenruzie uh, verhaal, joh. Wat mij opviel, wat gebeurt er hier in de tuin van Steven? Is dit gewoon een bosje of zo? Wat zit te friemelen? Nou, nah, of zijn huisdieren of zo, want het begint ineens heel erg te bewegen. En het voelt niet echt alsof het de wind langs een bosje is of zo. The reason behind the man's attacks on his neighbor's property are unknown. Over the past six months, Groves has been convicted of three charges of harassment against Persad and has been put on a curfew and ordered to pay compensation for damages to Persad's property. Maar it is is dus echt unknown, is het echt unknown? Zal Steven daadwerkelijk nog nooit tegen zijn buren hebben verteld van yo? Kunnen we een andere deurbel hebben? Want ik vind die camera drie keer niks. Put into place is clearly having no effect, as Groves is still harassing Persad, on top of the restraining order. Groves has been put on an electric tag for the better part of a year. Nee, maar kijk, kijk, kijk wat hij doet. Clearly having no effects, as Groves is still harassing Persaud. Hier, hij tikt de camera naar beneden, board. zodat het zeg maar geen zicht meer heeft op de tuin. Want uh, hebben ze een gedeelde tuin dan? Of zo. Bro, dan, dan is het motief toch hartstikke duidelijk. Hij, hij wil gewoon die camera daar niet hebben. Kijk, oké. Okay. De manier hoe Steven het in deze manier of uh, in deze voorbeelden oplost, is natuurlijk ook niet juist. Maar ik heb het gevoel dat het gesprek ook gewoon niet is aangegaan. Of dat die ene guy gewoon zegt: van ja, weet je, ik, ik wil een cameradeur bel. Dat, dat vind ik fijn. Die andere vindt het niet fijn. En dan gaat er niemand gaat een beetje, uh, zeg ik dat, compenseren naar elkaar toe. En dan krijg je de scheid aan de deur. Ik denk, de, het is gewoon simpele buren of uh, onenigheid.

Ah, lekker joh. Ja, maar ja. Oké, okay. wij hebben nu natuurlijk alleen het camerabeeld om te oordelen. Maar het is overduidelijk dat hij in dit geval, nou, heeft hij aan die witte poortdeur heeft hij even gezeten met het slot. Of die was hij aan het repareren, weten we niet exact. Maar voor de rest heeft hij eigenlijk voornamelijk gewoon de cameradeurbel een set oplawaaiers gegeven. Ik denk dat daar gewoon voornamelijk de wrijving in zit. Dat hij niet in zijn gedeelde poort of doorgang uh, een camera wilt hebben. Ik denk dat dat het gewoon is. Dus uh, ja, stuur uh, rijdende rechter uh, meneer Visser even die kant op. En uh, they go solve it in uh, the best uh, English. Two hooded suspicious looking individuals, one wearing a mask, approach a man's front door. And when he answers, the woman pretends that her car broke down and she needs to borrow a phone. Ja, we moeten een telefoon lenen. En dus om extra sussie te zijn, doen we onze uh, capuchon op. Want dan, weet je, dan schieten mensen ons de hulp. Het is over nagedacht, hè? Maar ja, wederom, ik wil ze geen advies geven, maar je zou toch zeggen dat je wilt zo hulpeloos mogelijk overkomen. En door je capuchon op te doen, kom je eigenlijk alleen maar sussie over. Nou, die andere heeft ook gewoon nog een mondkapje op. Extra lekker. Helen, y'all were fine. I could use my car broke down and y'all's the only one that got a light on. We don't. You don't. Sorry. Oh, God, zij dank dat uh, dat ze er niet verder doorheen kwamen. Goed gehandeld ook wel van die, uh, van, van, van die bewoner hoor. Nee, sorry hebben we niet. Want het is echt ja, kut dat je auto is uh, gestorven, maar weet je, uh, waarom de fuck heb je geen telefoon bij je? Ja. Ja, hij opent de deur. Je zit aan de linkerkant, je ziet zijn hand. En hij is klaar om hem gelijk te, terug te trekken. Uh, want hij heeft inderdaad ook een beetje zo van. Het uh, voelt niet helemaal lekker om, weet ik veel welk tijdstip uh, de deur open te doen. In this case, the homeowner saved himself from robbery and danger just by the skin of his teeth. And hopefully learned to check zijn deur his door before answering. Gafverdamme, wil je het toch niet hebben? Zie je gewoon lekker, weet ik veel, The Bold en The Beautiful te kijken. Want ja, dat draait toch al twintig jaar, als het niet langer is. Zie je daar lekker met je theetje, je koekie. En dan ineens, ding dong, de deurbel. Staan er twee mensen buiten. Capuchon op, mondkapje op. Onze auto is stuk, mogen we bellen? Gast, het is 2023, iedereen heeft een teringtelefoon. What the fuck? Gekgeit, man. In this video taken by the ring doorbell camera of TikToker Jojo Ramirez, you see just how close she and her child were from danger, and how the only thing between her and a creepy man was her front door, which she locked with only seconds to spare. Oh yeah, oh, that lijkt me verschrikkelijk. You ziet inderdaad al zo'n verdachte. Achter deze paal. Het lijkt nu gewoon echt alsof hij deel uitmaakt van de paal. Maar hier aan de straatkant loopt inderdaad een figuur. En dan denk je, ja, ah, gemoedelijk, we gaan gewoon lekker naar huis. We hebben een lekkere dag gehad. Joch die gaat weer naar binnen toe. Uh, je gaat weer, uh, weet ik veel, naar de bad en naar de bed. Weet je, nog lekker een winootje voor mezelf, bold the beautiful aan. Maar lo en behold, alles veranderde toen de Vuurnatie aanviel. Really fast. Oh, de kriebels. De absolute kriebels. Echt maar wat heb je hier te zoeken? Ga weg. Ga eens weg. Is uh, uh. Wat is dat op zijn wang? Is dat een litteken? Of is dat gewoon baardgroei wat niet helemaal doorkomt? Hé, hey, Je ga gewoon eens even je weg vervolgen. Dude, kom op. Dit zijn echt de absolute kriebels die je ervan krijgt. Dit wil je niet zien op je camera-deurbel midden in de nacht. Who is that? Get out of here. Get out of here. There's a guy outside. Ugh. Het feit dat hij ook gewoon niet antwoordt maakt het nog zo extra eng. Dan... Die die gast wat. Hij heeft een psychozo Zit gewoon even lekker aan de deur. Echt weet je wat ik vandaag nou echt zin in heb? Gewoon lekker aan iemands deur staan die net thuis is. Heerlijk. In this case, Jojo had picked up her child and they were just getting home, having a typical mother-son argument of sorts. You can hear her son Daniel complain that he's tired, and Jojo responds I need you to shower really fast. Kai hoe laat is het? Wacht, dat valt in te zien, maar nu niet. Vijf over tien s'avonds komt er even zo'n dikke vette daapstaaf aan je deur. Ga... Gast, ik weet dat het kort door de bocht is... en die man zal ongetwijfeld met psychische problemen of wat ook te zitten kampen. Maar ga eens even iets doen met je leven of zo. Ik weet niet, dat is de botte lul in mij die dat dan als eerste denkt. Zo van, allerlei problemen op de wereld en zulke soort figuren. En het eerste wat ik dan eigenlijk denk, ja, die heeft gewoon niks te doen in zijn leven. Die gaat gewoon mensen zitten kutten. En daar natuurlijk ga ik er even voor zitten... Vinootje erbij, Bold and the Beautiful. Oh ja, weet je, er zal ongetwijfeld wel wat meer mis zijn uh, met uh, de persoon in kwestie. Maar het is gewoon leuk om te zeggen, gas, gas, wat doen met je leven? <laughs> ja, vind ik, ja, vind ik gewoon leuk. Jojo shouts for him to leave. He backs up. But boldly continues firmly standing in front of the door with his haunting blank expression, not saying a word. The man came out of nowhere so quickly that it could be that he was following them for a while. Oh ja, dat is ook nog een mogelijkheid inderdaad. Want als hij gewoon even, effe... kijk, hij kwam nu eigenlijk heel langzaam aanlopen, maar wat nou als hij gewoon even een sprintje had getrokken? Dan had hij echt nog best wel de voet tussen de deur kunnen hebben. Dat had echt heel lelijk uit kunnen pakken. This footage was viewer submitted and it was taken by their ring doorbell in a nice, otherwise quiet neighborhood in the Netherlands. The viewer was in bed on an ordinary night when he heard noises on the roof. In the video are three, maybe four young men trespassing on his property, two of them climbing the roof, while the other of the three who are visible whispering to one or more people out of view of the camera. Oh, dat is absoluut lekker. Ja. Dat is lekker. ook oh, gewoon om kwart over twaalf s'nachts. 24 april 2022. Ik ga naar beneden. Hé, gozer. Met je uh, dikke vette smoel. Ga eens even Fortnite spelen. Uh, wat de fuck ga je inbreken bij mensen dan? En ga je fluisteren. Ik ga naar beneden. Dikke vette nerd. <laughs> Het zal wat zijn als hij zichzelf nu ineens herkent. Weet je dat hij ineens deze video kijkt. Of zo van. Ja, lekker hè? After viewing the video, the viewer made sure to keep his windows all locked the following nights and a few nights later, he woke up to the sound of someone attempting to open a downstairs window. This time not caught by the ring camera. Gat Maar je, je ziet zo ook eigenlijk zo heel simpel hier bovenop klimmen. Nou, simpel, moet je best atletisch voor zijn, maar zonder hulpmiddelen.

Ja, een simpel geval van gast Ga eens even wat doen met je leven. Ga gewoon werken of zo, weet je. Verdien daarmee je geld. En met dat geld koop je dan de spullen die je wilt hebben. In plaats van de spullen te jatten van iemand anders. En het leven is, wat dat betreft, eigenlijk heel simpel. Wees gewoon geen hufter. In de video zien we see in de dead of night nacht een masked young looking man approach the front door of a house with a gun in his hand. De owner van het huis niet know wie dit was. Ik, ik weet gewoon niet wat je hierop moet zeggen. Ik bedoel, natuurlijk is het de Verenigde Staten, natuurlijk, hè, wapens. Ik bedoel, de verdachte in kwestie was dan wel slim genoeg om een ballenklaver op te doen, waardoor die uh, onherkenbaar is. Maar ik snap het tijdstip eigenlijk niet helemaal. Het voelt zo ondoordacht, want het is uh, volgens het camerabeeld tien over twaalf s'nachts op 27 juli 2022, en dan komt hij bij de voordeur met een wapen. Wat ik bedenk, bij als je gewapend iemand wil overvallen, dan moet je de persoon in kwestie uh, uh, verrassen. Zeg maar met je aanwezigheid, zoals die twee personen eerder dat probeerden. Maar die deden het ook om kwart over tien s'avonds. Ook niet heel snugger. Nou, weet je, uh, oplossing. Gast, ga gewoon eens even wat doen met je leven. Er kunnen veel andere explanations zijn over wat hier gebeurt. However, regardless, the chances of this guy or any other person with a gun coming back shouldn't be taken lightly. And that kind of footage should be submitted to the police immediately. Want het, het vreemde is ook, volgens mij heeft hij het wapen verkeerd om vast. However, regardless, the chances of this guy or any other... Ja, yeah, hij heeft het wapen bij de loop vast en niet bij de handgrip. Dus misschien had hij helemaal niet de intentie om te schieten of heeft hij hem zo vast om hem uiteindelijk linkshandig dan uh, bij de trekker te pakken of zo. Het is, of misschien de, het handvat van het wapen gebruiken om iemand, klonk. Het is alleen maar vraagtekens, maar gast, doe wat met je leven. Zo blijkt maar weer, beveiligingscamera's, of in ieder geval cameradeurbellen, zijn wel heel fijn om te hebben, zodat je in ieder geval weet wat er voor je deur plaatsvindt. Pas op jezelf, wees veilig, en zie ik jullie graag de volgende keer weer. Twee video's staan naast mij, bedankt voor het kijken. Tot ziens!